Yo beste kijkers van Zevenrijd, welkom bij een gloednieuw video. Vandaag zitten we op Seahawks en ik heb heel veel leuke dingetjes te vertellen. Zoals jullie aan de titel zien, zie jij in de titel de openingsdatum. Ja jongens, we gaan het later even over hebben, maar we gaan wat leuke dingetjes laten zien. Want ja jongens, de map is bijna af en de opening die nadert steeds dichterbij. Ja jongens, ik ga er even overheen vliegen, maar zoals jullie zien, er is heel veel aan de map veranderd. We hebben een nieuw havengebied, we hebben een nieuw fabriekengebied. We hebben echt van alles jongens. Ja, jullie zien het hier ook. Jullie zien hier gewoon even rustig een vrachtwagen staan met creepers hier bovenop, jongens. Het staat er gewoon allemaal, jongens. Het werkt allemaal. Ja, en plugin-wise is er heel veel veranderd, jongens. Vergeet ook sowieso zeker niet de Discord te joinen. Bij de 900 members doen wij een giveaway. We moeten nog maar 5 members voor dat en dan hebben we het gehaald. We gaan onder andere Nitro en Beta Ranks weggeven en misschien nog wat anders. Dus vergeet niet te joinen. Invite je vrienden. Maar ja, jongens, ik wou eigenlijk de wildernis laten zien aan jullie, want we hebben een nieuw gebied hier. Je moet hier naartoe gaan, dat is de ingang van de wildernis. Via hier ga je met de ferry naar de wildernis. Maar ja jongens, mochten jullie echt die boot willen zien bewegen, moet je even de Discord joinen en de sneak peeks checken, want daar staat alles uitgelegd precies op de puntjes. Nou ja, je komt dan hier aan en dan kan je daar naartoe gaan. Dan ga je richting de woestijn, a.k.a. het Wilde Westen. Daar staan heel veel stadjes en noem maar op, weet je. Dat moet je zelf ondervinden als de server open is. En als je die kant op gaat, dan ga je naar het farmland. Dan kom je hier aan en dan zie je het al, farmland. En dan zie je hier een hele gezellige sfeer. Nou ja jongens, kijk dit dan even. Dit is toch heel gezellig. Je ziet hier van die barns, je ziet daar een molen, je hebt hier van alles. Je hebt hier een heel farmland waar je echt kan farmen. Maar ja jongens, je kan hier echt farmen ook daadwerkelijk. Hier, zoals jullie hier zien. En je kan deze wheat gebruiken om er meel van te maken. Als je deze meel hebt, dan kan je dat verkopen aan een inkoop-NPC. Of je kan het verwerken en je kan er zelf iets van maken. Je kan er brood van maken bijvoorbeeld. Ik weet niet waarom de molen nu niet draait. Nou, normaal gezien draait hij wel, maar dat is nu even gebukt. Hier ga je een hoe kunnen kopen. En jongens, voor de mensen die zich afvragen waarom is het zo erg gebukt, waarom zie je de skins zo raar? Dat is omdat ik shaders op dit moment gebruik. En wij gebruiken onze texture pack met custom model data, hoe het ook heet. En daarvoor gebruiken wij shader packs. Dus dat override het. Of zoiets in ieder geval. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar we gebruiken geen Optifine in ieder geval. Je hoeft deze server niet met Optifine te joinen. En ja, normaal gezien draait dit dan ook. Maar ja, jongens, je kan gewoon je return doen. Oh, ik heb te weinig. Wacht even hoor, jongens. More. Dan maakt hij echt meel. En deze meel kan je verkopen aan een NPC. Of je kan hiermee brood maken. Dus het is wel heel ziek eigenlijk hoe het werkt allemaal. Persoonlijk weet ik niet hoe ik zo'n machine moet incheaten wie brood kan maken. Dus ik kan het niet laten zien. Maar jongens, vergeet sowieso even niet de Discord te joinen. Daar staat alles in. Daar kan je zien hoe het wordt gemaakt. Mocht jij het nog niet hebben gezien. Maar jongens, waar jullie hebben op gewacht. De openingsdatum. Ik zeg alvast, ik ga niet precies vertellen wanneer de server open gaat. Maar ongeveer. Nou ja, in ieder geval. Het gaat niet langer dan een maand duren. En we gaan ook niet later als maart open. Dus we gaan in maart open. Dus het is deze maand. Dat kan je vanuit gaan. Het is deze maand. Ik beloof niks, maar als alles goed gaat, dan gaat het in maart zijn. Oh, een tracker. Mooi. Maar ja, jongens. We willen heel snel open gaan, maar natuurlijk zijn er heel veel dingen die we zelf moeten regelen. Alles is custom gemaakt, dus in principe duurt het een tijdje. Dus natuurlijk duurt het een stukje langer dan normale servers. Kijk, als jij een standaard server maakt, dan pleur je een paar plugins erin en dan ben je klaar. Maar wij zijn al daadwerkelijk 6 maanden bezig met deze server opzetten. We hebben heel veel development hierin zitten. Plugin-wise, texture pack-wise, van alles en nog wat. Je ziet er allemaal custom models. Daar zit allemaal zoveel tijd in, jongens. Ik wil jullie ook zeker bedanken voor de support de laatste tijd. Ik zit op 6k subs. Wie had dat gedacht? Jongens, we gaan zoenen naar de 10k. Wie weet, ouwe. Ik wil jullie zeker daarvoor bedanken. Love naar iedereen. Er komt sowieso wel een special aan. Maar jongens, ik wil nog wel even wat vertellen. Dat gaat over de politie en de Kamar. De politie en de Kamar die zoekt nog steeds mensen die hier kunnen solliciteren. Maar er zijn vaak mensen die sollicitaties indienen die niet echt heel lang zijn en niet heel veel informatie in staan. Dus wat er wordt verwacht van jou is, als jij een sollicitatie maakt, dat het gedetailleerd is en er genoeg informatie in staat. Dus sollicitaties waar niet veel werk in zit, worden direct afgekeurd. Alsjeblieft, Dani. Maar jongens, ik wil ook vermelden dat de server wel echt serieus gaat zijn. Je moet echt op deze server komen om te roleplayen en niet om te kloten. Het is zeg maar geen Mytopia, om zomaar te zeggen. Het is niet zeg maar dat jij niet hoeft te roleplayen. Want op Mytopia, niet slecht bedoeld naar Mytopia, geen haat. Maar op Mytopia heb je semi-roleplay. Je hebt af en toe een scenario met criminelen die er om de zoveel tijd zijn. Dus dat is niet echt roleplay. En bij ons heb je echt roleplay. Het is echt, ons doel in deze game is om de roleplay hoog te houden. Dus daarbij zitten ook roleplay regels die best wel streng gehandhaafd worden. En niet zomaar door de vingers worden gezien. Dus jongens, vergeet dat niet. Maar ja jongens, dat was hem eigenlijk ook wel. Dus je kan ervan uitgaan dat we rond maart open gaan. We beloven natuurlijk niks, maar als alles goed gaat, dan is dat onze streefdatum. Vergeet natuurlijk niet de Discord te joinen. Bij de 900 members doen we een giveaway. Voor de rest heb ik niet meer heel veel te zeggen. Vergeet niet bij de sneak peeks te reacten. Vergeet deze video zeker niet te liken. Laat een comment achter, abonneer. En jongens, ik hoop dat ik jullie dan zie in de volgende keer. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is later mensen. Later.